De bewoners in het Brokkeponder rampgebied worden niet goed behandeld, meent Rigita Edenburg van Stichting Bureau Asawini. Vandaag is tijdens een persconferentie een standpunt gemaakt in het belang van de burgers van het gebied. Edenburg zegt dat zelfs een risicoplan ontbreekt bij de aanpak van de ramp in het gebied. Op zijn zachtst gezegd is dit een kwalijke zaak. En wat heeft mij tot het beweegredenen gebracht, is de manier waarop de overheid en Staatsolie met de huidige wateroverlast met ons als tribalen wordt omgegaan. Een behandeling waarbij kenmerken zijn van tweedehands burger. De reden waarom ik dat zeg, omdat sinds na de ramp het wateroverlastramp zich voordoet, is er namelijk zo dat pas na 2 maanden er actie kwam om op te treden om hulp te brengen voor de mensen van het district Brokkopondo. Ik vind dat dit onvoldoende en tot geen rekening wordt gehouden met onze belangen en bescherming in het binnenland. Want het recht, het mensenrecht, geeft ons aan dat ieder mens recht heeft op een menswaardigheid bestaan. Edenburg zegt verder dat er een preventieplan nodig is om de schade te minimaliseren. Ze meent dat de leiding van Staatsolie, die de stuwdam beheert, zelf heeft toegegeven dat er geen preventieplan was. Audrey Christian van de vereniging Inheemse Dorpshoofden stelt dat het heel erg is dat er geen gesprekken vooraf zijn geweest met de bewoners van het gebied. De staat heeft hierin wel gefaald. Wie de schuldige is, zal dus onderzoek uitwijzen. Maar doordat er alleen geen consultaties zijn gepleegd met de mensen, wil dat dus zeggen dat dit tegen ILO 169 is. Dus dat moeten we dus ook meenemen. Er zijn internationaal, is er al de internationale wetgevingen die dat aangeven. Het vonnis is er geweest, de Samaka-vonnis en later de Kalinya en Lokona-vonnis, waar de beide cases zijn gewonnen tegen de staat. En tot nu toe, Kalinya en Lokona-vonnis is in 2019 verstreken en er is tot nu toe geen uitvoering gegeven daaraan. Iedere keer komt er weer een vertraging, iedere keer. Dan is dit niet goed, dan is dat niet goed. Terwijl het helemaal niet zo hoeft te zijn. Christian zegt dat mensen hun verantwoordelijkheid moeten nemen. De schade in het gebied is groot en erg genoeg. Er moet besef komen dat de mensen in het rampgebied hulp nodig hebben.